see to this meeting. Thanks for joining us. So now we'll continue in Dutch. We hebben deze sessie ingepland omdat, zoals u allen weten, is kokos een van de meest gebruikte en verwerkte agrarische producten in Suriname. Wij weten allemaal dat een ieder zijn kokos verwerkt op een verschillende wijze, op zijn eigen wijze, laten we dat zo zeggen. Om toch ervoor zorg te dragen dat er een mate van kwaliteit aan de producten worden gekoppeld, hebben wij na een verzoek te hebben ontvangen, zijn we gestart met het ontwikkelen van een aantal kokosstandaarden. We hebben reeds onze kokosspecificatie, kokosoliespecificatie ontwikkeld. En deze twee standaarden zijn in de linie van die. We willen ervoor zorg dragen dat onze kokos voldoet aan een bepaalde mate van kwaliteit dat niet alleen nationaal geaccepteerd is, maar ook regionaal en internationaal aanvaardbaar is. Tijdens deze sessie zullen wij u dus de inhoud van deze twee standaarden presenteren, waarbij wij u de gelegenheid zullen geven om de vragen die bij u nog onduidelijk zijn, graag te stellen. Wij zullen ons best doen om de inhoud zo duidelijk mogelijk te presenteren, zodat wij u van alles voorzien, maar ook zodat we uw expertise zoveel mogelijk kunnen meenemen. Indien wij tijdens deze sessie u niet alle informatie hebben, of tenminste als u na deze sessie alsnog vragen of onduidelijkheden heeft, schroomt u niet om ons hierna nog te contacten om die voor u te verduidelijken. Omdat zonder uw input, zonder uw expertise, kunnen wij geen standaarden vaststellen die implementeerbaar zijn. Uw bijdrage is dus heel belangrijk. Maak u dus goed gebruik. Voor de rest wens ik u een succesvolle sessie toe. En goedemiddag. Dank u wel, mevrouw Parker. En wij zullen dan verder gaan met een korte toespraak van de International Trade Center door meneer Ben Morrison. Hij is de Associate Program Officer, Alliances for Action Sector and Enterprise Competitiveness, Division of Enterprise and Institution. Next, we will have some opening remarks from Mr. Ben Morrison from ITC. Mr. Morrison is the Associate Program Officer, Alliances for Action Sector and Enterprise Competitiveness, Division of Enterprise and Institutions. Mr. Morrison, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Hassan Khan and Sherelle, for the warm welcome. It's a pleasure to be here with all of you, albeit virtually. I am here in Suriname, finally, after a couple of years of not being able to make the trip over. So just a little bit from my side, as Tanwir mentioned, I'm representing the Alliances for Action team from the International Trade Center. So the International Trade Center is a body of the World Trade Organization and also the United Nations. Our mandates within the agribusiness team is to support the development of different sectors within the agricultural space worldwide. And we're working specifically in this context on a coconut development project, which is reaching 12 countries across the region, including Suriname. Now, in these 12 countries, we really look to work in a holistic manner across the value chain, from production through processing, together with support institutions, right through to the consumers who are consuming the coconut products, whether that be coconut water, coconut oil, or confectionaries that are produced using grated coconut and so on. So what we find is of critical importance to the development and the enhancement of competitiveness in the coconut sector is that of quality and compliance. Now, without standards, quality and compliance is very hard to achieve, because the standard is the rubber stamp to show that the product is reaching a certain quality or reaching the specifications of the consumers, whether that be in domestic markets, regional markets, or international markets. So in the context of this project,
We're very happy to be partnering with the Standards Bureau to discuss with you today the elements of the different standards that have been developed, but then going forward from this meeting today, how we can partner in order to effectively apply those standards. As we know that the application of the standards is not always the most straightforward exercise and requires, in some cases, the development of certain skills, capacities, and investments in order to comply with different standards. But certainly, the investment of the time, energy, and changes to the way of doing business are worth it in the end, because being able to reach those standards allows for companies to internationalize, to compete on the global market, but as well at here at home in Suriname. So just once again, from our side, a big thanks to the Standards Bureau for inviting us to participate in this meeting today. We do look forward to working with all of you going forward into the future in the context of this project and beyond. And if I may, Tanwe, I'd like to also introduce our national coordinator in Suriname, Mr. Gerald Renfirm, just because he has been in contact with several of you. So I'm sure you know the name, but possibly not the face yet due to the restrictions we've all been facing. But I'd like to hand over to Gerald just to say a few words. And yeah, over to you, Gerald, and thank you all again for the invitation here today, and wishing all the best for this meeting. Over to you, Gerald. Thank you very much, Benjamin. Zoals Benjamin al aangaf, ik ben nationale coördinator voor het International Trade Center in Suriname. En voor hun doe ik eigenlijk als het ware het grondwerk. En dat gaat over het voornamelijk in kaart brengen van kokosboeren, maar voornamelijk kokosverwerkers. Degene die het kokoswater maken, maar ook andere kokosproducten. En ondanks COVID-19 gaat het toch wel een beetje met het in kaart brengen van de kokosverwerkers. Van mijn zijde kan ik zeggen dat er in Suriname, los van kokoswater, kokosolie en heel veel cosmetica producten worden gemaakt. En ook verschillende etenswaren. Maar voor kokoswater is het heel belangrijk dat deze standaarde consultaties dus plaatsvinden voor de kokosverwerkers. En we zijn blij met de uitnodiging van het Standaardenbureau om aanwezig te zijn op deze consultatiesessie. En als er vragen zijn na de sessie specifiek gericht naar mij of naar meneer Benjamin Morrison, dan hoor ik dat graag. Dank u wel. Thank you, Mr. Morrison, and thank you, Gerald. Please bear with me because our neighbors decided to mow their lawn today. So excuses for the background noises. We gaan dan verder met de opbouw van de presentatie. De doel van de consultatiesessie zal binnenkort of zo meteen gepresenteerd worden, gevolgd door wat achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze concept nationale standaarden. We zullen daarna verder ingaan op de samenstelling van de technische commissie, die zich buigt over de kokoswaterstandaarden. Er zal een inleiding en inhoud gepresenteerd worden van de standaarden, discussie en feedback vanuit de aanwezigen en tenslotte de next steps en wrap-up. Ik wil dan hierbij mijn collega mevrouw Pooja Bagwandin, die Standards Officer is bij het Suriname Standaardenbureau, vragen om dan over te gaan naar de presentatie. Mevrouw Pooja Bagwandin, u heeft het woord. Goedemiddag iedereen. Ik zal het heel even kort hebben over het doel van de consultatiesessie. Het Suriname Standaardenbureau houdt zich bezig met de standaardenontwikkeling op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Volgens deze standaardenontwikkelingsprocedure hebben we dan dat we de conceptstandaarden uitsturen voor public comment.
waarbij dus dan de stakeholders en alle belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om hun feedback hierop te geven. Zo ook de kokoswaterstandaarden, die zijn ook voor public comment fase uitgestuurd. Dat is, en dat duurt dan om tot en met 23 september. En volgens de procedure organiseren we dan tijdens deze fase een consultatiesessie, waarvan de bedoeling is om de conceptstandaard te presenteren aan de stakeholders, zodat zij hun feedback daarop kunnen geven, alvorens de conceptstandaarden gefinaliseerd worden tot nationale standaarden. Daarnaast wordt bij deze consultatiesessie ook de next steps van de conceptstandaard gedeeld met de stakeholders. Dan gaan we naar de volgende slide. Zullen we heel even hier. De achtergrondinformatie. In de afgelopen periode hebben we steeds meer kleine en middelgrote producenten van kokoswater op de markt. De meeste maken gebruik van de traditionele productiemethode. Maar dat brengt dan ook steeds meer klachten met zich mee omtrent de kwaliteit en betrouwbaarheid. De vraag luidt dan, hoe betrouwbaar zijn de producenten? Hierom, op grond hiervan, heeft de ECTAT Suriname een voorstel in augustus 2017 ingediend om kokosolie- en kokoswaterstandaarden te ontwikkelen voor Suriname. De kokosoliestandaard is intussen al vastgesteld als nationale standaard, maar de kokoswaterstandaard heeft iets langer geduurd. De reden hiervoor is dat de kokoswaterstandaarden op regionaal niveau nog voor een revisie toe waren. Suriname heeft toen direct actief geparticipeerd bij de revisie, zodat zodra de revisie achter de rug zou zijn, de kokoswaterstandaarden dan identiek geadopteerd zouden kunnen worden. Momenteel zijn we dan bezig met het proces van de identieke adoptie van de kokoswaterstandaarden. Dus dat is dan nu ongoing. Dan gaan we over naar de samenstelling van de technische commissie. De technische commissie is op 21 juni 2018 geïnstalleerd, waarin de volgende organisaties zijn vertegenwoordigd. De Eastern Caribbean Trading, Agriculture and Development Organization, de Consumentenkring Suriname, de Maron Vrouwennetwerk, Shalom NV, Principalis Consultancy, Districtscommissariaat Coroni, Districtscommissariaat Nikeri, Ministerie van LVV en de Bureau Openbare Gezondheidszorg. Deze commissie heeft zich bezig gehouden met de kokoswaterstandaarden. Dat is dan momenteel nog gaande. En voorheen heeft de commissie zich ook bezig gehouden met de kokosoliestandaard, die dan op 31 oktober 2019 als nationale standaard is vastgesteld. De kokosoliestandaard heet de kokosoliespecificaties. Dat was het dan vanuit mijn kant. En dan geef ik het woord over aan Tanier. Dank u wel, Pooja. En dan zullen we verder gaan naar de inhoud van de standaard. Deze zal gepresenteerd worden door de heer Reinier Tous. Meneer Tous is de coördinator van ICTAT Suriname en tevens ook de voorzitter van de technische commissie die zich buigt over de kokoswaterstandaard. Meneer Reinier Tous, u heeft het woord. Meneer Sussan, hartelijk dank. Dames en heren, Mr. Ben Morrison, directeur Standaardbureau, mevrouw Parker, wederom Pervin Hasselkhan, hartelijk dank voor de uitnodiging om de standaard hier te presenteren. Ik zal even eerst een kleine inleiding geven, alvorens op de inhoud in te gaan. Dames en heren, ik ben dus Reinier Tous, senior coördinator in Suriname van een regionale landbouworganisatie ECTAR. Eastern Trading Agriculture and Development Organization. De hoofdzetel van deze organisatie, ECTAT, zit in Saint Vincent en de Grenadines. De chief coordinator
van Ektat Caribbean Aldaat is Mr. Jethro Green. In 2015 heb ik geparticipeerd aan een regionaal internationaal kokos workshop in Trinidad namens Ektat Caribbean, geheten de Coconut Industry Development for the Caribbean. Deze workshop was georganiseerd door de EU, European Union, ITC, International Trade Center en CARDI, Caribbean Agriculture Research and Development Institute. Ik constateerde vele probleemvelden in de coconut value chain, de kokoswaardeketen in Suriname. Dit was voor mij aanleiding om in augustus 2017 een voorstel in te dienen bij de SSB, Surinaamse Standaard Bureau, ter ontwikkeling van nationale standaarden voor kokosolie en kokoswater. Dit voorstel wordt ondersteund door Ektat Suriname en vooral ook Ektat Coroni, mevrouw Gitana Plak, Ektat Tinkeri, mevrouw Dinay en professor Nawin Kedu. Negatieve marktverschijnselen, zo u wilt valsheid bedrog aangaande kokosolie en kokoswater, waren regelmatig opduikende malafide praktijken in Suriname tot ergernis van de Surinaamse consument. Dus was de focus van Ektat Suriname op een positieve sturing en waarborging van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en eerlijkheid in de handel met het laten doen intreden van kokosstandaarden. En u heeft al gehoord, inmiddels is de kokosoliestandaard al gerealiseerd. In oktober 2018 participeerde ik aan de first face-to-face meeting Regional Technical Subcommittee Natural Coconut Water in Jamaica, Kingston. Daar werd de kokoswaterstandaard behandeld. We zijn op een gegeven moment in het Caribisch gebied tot een document gekomen. Suriname heeft dus wederom met mijn persoon in de leiding als vertegenwoordiger geparticipeerd aan, ik denk zeker 15 of meer dan 17 of zo online meetings die we hebben gehad. Tenweer Hazenkhan heeft een excellente bijdrage geleverd wanneer ik dus niet aanwezig kon zijn. Tenweer, wederom ook mijn dank aan jou voor jouw bijdrage toen ik niet aanwezig kon zijn. In deze grote reeks van online meetings aangaande de coconut water standard voor de Caribbean heb ik steeds feedback gehouden met deze technische comité net u voorgehouden in Suriname. Het gevolg was dat ik dan regelmatig met input van Suriname aan deze meeting meedeed. Zelf op ministerniveau, onze huidige minister, Sudin, die heeft ook feedback gegeven. Dus echt waren we goed bezig in onze inbreng in deze regionale standaard, waardoor het op een gegeven moment voor ons heel eenvoudig was om te zeggen, we gaan over tot adaptatie van deze gerealiseerde Caribbean coconut water standard. We zijn zover. We hebben het ook hier besproken onderling in het technisch comité. En vandaag dus nu de nationale consultatiesessie input. Wel, ik zal de volgorde aanhouden die wij ook in het Caribisch gebied hebben gehanteerd. Wij vonden de kokoswaterstandaard het belangrijkste document, de specification. En we zijn daar eerst mee begonnen en hebben een flinke tijd aan besteed. Dus ik zal ook beginnen met deze specificatie hier vanaf. Slide 1, de scope. Wel, bij de scope, de paraplu van deze standaard, gaat het om de natuurlijke staat van het kokoswater. Dat betekent geen enkele toevoeging. En u leest het daar ook. Coconut, natural Packaged Natural Coconut Water omvat de specificaties voor verpakt natuurlijk kokoswater dat wordt aangeboden voor verkoop en consumptie. Deze standaard is alleen van toepassing op kokoswater dat in zijn natuurlijke staat is verpakt zonder het gebruik van additieven. Dit is heel belangrijk, want dit is wat we dus willen. We willen dus geen kokoswater zien op een product en dan zit het voor de helft met leidingwater. Slide 2.
Bij artikel 2 wordt gerefereerd aan regionale en codex documenten welke zijn gehanteerd in deze standaard. Normatieve verwijzingen genoemd. Je ziet daar een aantal zaken, CSE P2, Code of Hygienic Practice for Packaged Natural Coconut Water, enzovoort. In artikel 3 gaat het om de omschrijvingen van enkele kernbegrippen, zoals additieven, contaminanten, kwaliteitscontrole, etc. En uiteraard, wat zijn natuurlijk kokoswater en verpakt natuurlijk kokoswater? Want precies hier knelt de schoen in de commerciële handel. Natuurlijk kokoswater, hebben wij gezegd, puur, onverdund, onbehandeld, ongezoet, vloeibaar endosperm van de noot, Cocos nucifera. En dat niet wordt uitgedrukt met behulp van additieven of extra water, maar wordt verkregen uit gezond fruit door handmatige of mechanische processen. Even scrollen verder, verpakt natuurlijk, verpakt natuurlijk kokoswater. Natuurlijk kokoswater gevuld in containers van verschillende samenstellingen, vormen en capaciteiten en vervolgens hermetisch afgesloten. Volgende slide. Yes. Ook mee uit mijn document. Artikel 4, de specificaties. Artikel 4 gaat over de parameters. De vereisten van verpakt natuurlijk kokoswater. Op het laboratorium zal de toetsing plaatsvinden middels de bepaling van fysische, chemische en microbiologische parameters. Dat zijn dus de analysetabellen 1 en 2. Hier zit die tabel 1 en tabel 2 moeten we dan verder gaan kijken. En hier zit die tabel 2. Tabel 2 gaat dan over de microbiologische parameters. Verder, volgende slide. Verder moet het eindproduct, het verpakproduct, de normale kleur, smaak en geurkenmerken hebben van het natuurlijke kokoswater. Dit is artikel 4.3 in de regionale standaard onder de titel organoleptische verschijnselen, vereisten. Verder, verpakt natuurlijk kokoswater dat niet voldoet aan één of meer van de bovenstaande, dus de voornoemde geldende kwaliteitseisen net genoemd, wordt dan als defect beschouwd. Het verpakte natuurlijke kokoswater moet voldoen aan alle bovenstaande vereisten, dus de net genoemde artikelen 4.1 tot en met 4.4. Om als veilig voor consumptie beschouwd te worden. Dit is artikel 4.5 in de standard requirements, Engelse versie. Er zijn aanvullende parameters die van invloed zijn op de kwaliteit van verpakt natuurlijk kokoswater. Dit is artikel 4.5, dat ziet u hier in die tabel. Dan gaan we verder naar de volgende slide, kwaliteitscontrole. Artikel 5, kwaliteitscontrole, genoemd in onze Engelse versie, testing en sampling. De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd zoals uiteengezet in paragraaf 4.4, net besproken. En paragraaf 7, dat straks komt, aangaande contaminanten. In overeenstemming met bijlage A, dat is Product Testing and Sampling Protocol. En CSCP2, dat is Code of Hygienic Practice, in de normatieve verwijzing in artikel 2 net behandeld.
Artikel 6, voedseladditief. Er mag geen natuurlijke of kunstmatige substantie of ingrediënt aan het kokoswater worden toegevoegd om de kwaliteit ervan te verbeteren of te behouden. Je ziet daar toch? Dus niet alleen kunstmatig, maar zelf geen natuurlijke substantie. Dus we willen gewoon totaal niks in hebben. Zoals daar die nood is met zo'n water, dat willen we aan de consument presenteren. Chemicaliën die in het product aanwezig zijn, mogen alleen die aanwezig zijn als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van de vrucht aan de boom. 7. Contaminanten. Verpakt natuurlijk kokoswater zal vrij zijn van vervalsers, zeggen we. In het Engels is het adulterants, dus knoeistoffen en vreemde stoffen. Dus er mag niets toegevoegd worden om als bedrog, als misleiding, ter bedrog, ter misleiding van het product, maar er mogen ook geen vreemde productbestanddelen aanwezig zijn. Verder, de zware metalen moeten voldoen aan onderstaande tabel, want het milieu zit ook met zware metalen, dus vandaar dat in dit document ook daarmee rekening is gehouden. En daar zijn dan de parameters met hun limieten. Vervolgens, arsen, cadmium, kwik enzovoort. Vervolgens moeten ze voldoen, de contaminanten, dus aan de maximale limieten voor residuen van pesticiden, die zijn vastgesteld door de Codex Alimentarius Commission voor similar products, products zoals uiteengezet in Codex Alimentarius Commission, pesticide residues in food maximum waarde voor residuen. Of, zoals vastgesteld door de nationale bevoegde autoriteit, dus onze Surinaamse autoriteit. Voor het Caribisch gebied geldt dus de lokale autoriteit. Dus dit hebben we dus zo vrij geformuleerd, zodat dus naast deze internationale instituten wij de ruimte geven aan elk land om op nationaal niveau ook als de bevoegde autoriteit te kunnen optreden. En dat zal dus naderhand worden vastgesteld wie de nationale bevoegde autoriteit en deze zal zijn. Deze, de contaminanten moeten voldoen aan de maximumwaarde voor residuen die zijn vastgesteld door de Codex Alimentarius Commission of de nationale, zie daar weer, bevoegde autoriteit voor andere middelen die in het teelproces worden gebruikt. Omdat in elk land hebben we dus besproken tijdens onze face-to-face meeting in Jamaica, bepaalde eigen middelen gebruiken in het teelproces. Dus dan zeggen wij, dus hebben we toen gezegd, los van de internationale instructies, de internationale documenten, codex enzovoort, willen we dus dan ook de ruimte geven aan de nationale autoriteit om te mogen optreden. Hygiëne, uiteraard een bijzonder belangrijk aspect wanneer we voedsel willen verwerken. Artikel 8e. Alle stappen bij het verpakken van natuurlijk kokoswater moeten zonder onnodige vertraging worden uitgevoerd en onder omstandigheden die de mogelijkheid van contaminatie, dus van verontreiniging, bederf of toename van pathogenen, dus schadelijke organismen en bederf micro-organismen voorkomen. Heel belangrijk artikel is dit. Geef aan hoe serieus
Wij moeten zijn wanneer we een voedsel, voedingsmiddel produceren. Groot werken, verantwoord werken, met inachtneming van alle maatregelen die welke vorm van verontreiniging en contaminatie ook kunnen veroorzaken. Artikel 282. Producten die onder deze standaard vallen, moeten worden bereid en behandeld in overeenstemming met de desbetreffende paragrafen van CRCP 2 en CRCP 5, dus de hygiënedocumenten genoemd in artikel 2, zoals net aangehaald, aangaande de normatieve verwijzingen. Next. Etikettering. In het Engels hebben we dat, heet dat dus, in het Engels document heet dat labeling. De etikettering van verpakt natuurlijk kokoswater moet in overeenstemming zijn met CRS 5. Dus in artikel 2, labelingstandard voor prepackaged foods, genoemd in artikel 2, aangaande de normatieve verwijzingen. Bovendien zijn de volgende specifieke bepalingen van toepassing. A. De naam van het product moet zijn verpakt natuurlijk kokoswater. Packaged natural coconut water. B. Wanneer het product gekoeld wordt aangeboden, moet op het etiket van het product vermeld worden. Gekoeld bewaren beneden 4 graden Celsius. Ik mag u wel vermelden dat deze paragraaf, dit artikel, heel veel discussies heeft teweeggebracht bij onze online sessies. En ten weer weet ik ook nog, hem heb ik ook lastig gevallen van, ga door naar de technische commissie, vraag dit, vraag dat. En hij heeft het heel goed technisch geleid. Dankjewel, Terminu. Hier zie ik wel, dat wordt gesproken over B, I, 1 en 2, maar ik zou dit wel anders doen hoor. Ik heb het ook in mijn presentatie hier ook gewijzigd. En dan heb ik toch voor de duidelijkheid, heb ik toch dan maar, en zou ik ook voorstellen, de Engelse versie te hanteren. Dus als volgende heb ik dan genoemd, in overeenstemming met de Engelse versie. En dat hebben we dus bewust gedaan. En daarom heb ik dus natuurlijk aangegeven dat dit een heel moeilijk aspect was bij ons in de online sessies. C. Wanneer het product bevroren wordt aangeboden, moet op het etiket worden vermeld. Dubbele punt. In combinatie met of in de buurt van de naam van het voedsel. Het woord bevroren product. Dit om misleiding te vermijden. Of de consument, of de consument in verwarring wordt gebracht met betrekking tot de ware aard en fysieke toestand van het voedsel. Twee, dus dubbele punt, dat was één, dubbele punt, twee nou. Duidelijke vermelding van de bewaar- en gebruiksaanwijzing bevroren bewaren. Voor consumptie moet het ontdooien onder gekoelde omstandigheden bij 4 graden Celsius gedaan worden.
niet opnieuw invriezen. Goed schudden voor gebruik, na openen en in de koelkast bewaren. D, hier is het C, maar het is D. Het etiket moet de houdbaarheidsdatum vermelden. Dus zoals ik het heb gepresenteerd, dat is het op een gegeven moment geworden na een hele reeks van discussies. En ik denk dat zeker van online sessies daarmee bezig zijn geweest. Van uren. Omdat het een heel gevoelig onderwerp was. Wanneer je met het dat vers product gekoeld op de markt komt. Of wanneer je nou zegt als handelaar, nee, maar ik wil het invriezen en in de handel brengen. Dus wij moesten daar goed gaan nadenken. Hoe gaan we dan nu en de handel tegemoet komen, maar ook tegelijkertijd de consument beschermen. En dat was waar echt waren hot issues. Maar we zijn eruit gekomen zoals ik het nu net heb gepresenteerd. Oké, okay, ik zie dat was dan de laatste dinges. Prima, ik zie het vraagteken en het ten huur wat er gebeurde nu. Awesome. Je kunt verder gaan met de vervolgpresentatie en we zullen alle vragen dan in één keer behandelen, waarna we dan een korte pauze zullen hebben. Oké, okay, laat me dat dan even hier opzoeken. Oké. Okay. Nadat wij uiteindelijk deze specificatie in onze online sessies hadden behandeld, zijn we overgegaan naar de Code of Practice. Oké, laten we die Nederlandse versie nog hanteren. Code of Practice. Even kijken. Juist, ik zie dat jullie pagina ook bij hebben. Inhoud, standaard, package, natural, coconut water, code of, ja, het is Syria, code of practice. U ziet dat dit veel langer is dan die standaard zelf. Dit heeft ook inderdaad heel veel discussies bij ons veroorzaakt, omdat er verschillende landen bij waren. Die allemaal ook verschillende gebruiken hadden in hun wijze van handling. Oké, we zijn op een gegeven moment uitgekomen. U leest het maar zelf. Ik heb begrepen dat u dat allemaal heeft gekregen en heeft kunnen lezen. Dus ik heb ervoor gekozen om wat meer tijd te besteden aan de standaard. We zullen dit wat sneller gaan doen. De scope. De standaard package, net ook in het water, code of practice, omvat de aanbevelingen voor de hygiënische bereiding van verpakt natuurlijk kokoswater, inclusief oogsten, daar begint het mee, verwerken, verpakken, opslaan, transporteren en het distribueren. 2. Volgende. Normatieve verwijzingen. U nu al bekend met het woord. Zijn daar een paar genoemd. General principles for food hygiene. Package natural coconut water. De specifications. Termen en definities. Definities van termen die in de standaard worden gebruikt. Even kijken. Ik zie dus even meekijken. Oh, het is verder niet uitgewerkt, zie ik hier. Maar in onze Engelse versie hebben we dus terms and definitions. Definition, en dan hebben we daar een aantal zaken genoemd. 3.1 tot en met, even kijken. 3.7 zelf, en dan zijn daar een begrippen gedefinieerd. Zoals, wat is een accredited testing laboratory, wat is een geaccrediteerd testlaboratorium.
testing laboratory to which accreditation has been granted. That is an accredited laboratorium. Wat verstaan we onder het begrip cleaning? Hebben we daar gezegd, remover of soil, residue, dirt, grease. Dus verwijdering van alle vreemde stoffen, vuil enzovoort. Wat verstaan we onder contaminatie? De introductie van of de aanwezigheid van contaminanten, wat we net hebben genoemd, in het voedsel of in de omgeving. En zo zijn dus een aantal zaken genoemd. Wat is een food establishment? Wat is natuurlijk coconut water? Dat hebben we ook behandeld. Oké, wat is sanitatie? Wat is hygiënisch? Wat is potable water? Drinkwater? Dat zijn dus die zaken in gedefinieerd. En dan gaan we naar het volgende hoofdstuk, een paragraaf. Harvesting, hoogst ja. Kokosnoten oogsten tussen 6 en 12 maanden. Ik zal ook mijn Engels schrijven, want ik ben bij twee versies tegelijkertijd bezig. Kokosnoten oogsten tussen 6 en 12 maanden na het zichtbaar verschijnen van fruit. Oogsttijd bij voorkeur koele deel van de dag. Ik kan u meegeven dat dit ook een hot issue was. Wat gaan we nou nemen als de tijd van oogsten, harvesting? When will we harvest the nuts? We hebben toen uiteindelijk hebben we dan een marge genomen. Je ziet een grote marge tussen 6 en 12 maanden. Omdat de verschillende landen daar met verschillende voorstellen kwamen over de ervaringen in hun eigen land. We hebben ook bijgedragen en dit is dan zeg maar de agreement geweest. Between 6 to 12 months. After visible appearance of fruit. Vrije val van kokosnoten is niet toegestaan, uiteraard niet. Dat hebben we toen ook gezegd, want er waren ook mensen die van ja, dat is gebruik in ons land, maar we hebben gezegd nee, want wanneer die nood valt, krijg je al een slag. Dus daar krijg je dan al intreden van bederf. Geplukte kokosnoten mogen niet in direct contact met de grond komen. Uiteraard, want dan krijg je contaminatie daar, verontreiniging. Standard operating procedures, de SOP's dus, vaststellen voor het onderhoud, de reiniging en ontsmetting van teelt- en oogstgereedschap. Telers, landbouwers, trainen in basis goede landbouwpraktijken, good agricultural practices, en de SOP's volgen. 5. Algemene transportvereisten. Transportmiddelen moeten zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat zij de noten niet vervuilen of beschadigen, uiteraard. Effectief gereinigd en ontsmet kunnen worden. Een effectieve scheiding van de noten van non-food producten mogelijk maken. Want er zijn dus tijdens onze online sessies hebben we bepaalde foto's gezien in bepaalde landen. Dus dat ze gewoon één trucje gebruiken en dat zie je voor de handigheid, voor de vlotheid, zie je van alles en nog wat erop. En daar gaat het op fout. Dus vandaar dat we doen op een gegeven moment deze rij hebben opgesteld. Het vervoer van chemicaliën, pesticiden of ander potentieel gevaarlijk materiaal is verboden. En zelfs dat hadden we dus gezien in onze online session. Effectieve bescherming bieden tegen contaminatie. Voldoen aan de toepasselijke volksgezondheidsvoorschriften in het land waar de verpakte natuurlijke kokoswater wordt vervaardigd. Dus dit was ook een flink discussiepunt geworden in onze online session. Want we hebben gezien dat de verschillende landen allemaal ook hun eigen
normen en zo hebben. Dus toen hebben ze op een gegeven moment voor deze formulering gekozen. Het land waar het gebeurt. We hebben dus niet gezegd, we gaan verwijzen naar een bepaald document. Voorkomen dat de noten rechtstreeks in contact komen met de vloer van het transportvoertuig of het gebied van het voertuig waar personen mogen lopen. Next. Dat gaat toch door. Transportmiddelen moeten zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat ze gedekt zijn om ervoor te zorgen dat er geen vervoer plaatsvindt in open voertuigen of open aanhangwagens. Tenzij dat van de oostgebieden tot de opslag- of verwerkingsfaciliteit plaatsvindt. En dit is iets wat je dus natuurlijk ook in Suriname ziet gebeuren. Open voertuigen. Dat zien we bijna elke dag, maar vandaar dat we zeggen, we gaan het dus een beetje nou reguleren. Maar nu ook wij alleen, ook de andere landen hebben toegegeven dat het ook in hun landen zo gebeurt, Caribisch gebied. De noten zullen niet vervoerd worden in zonlicht bij een temperatuur van meer dan 22 graden Celsius. Dus dat is een van de redenen waarom. En Caribisch gebied, zongebied, dus we willen niet hebben dat onze noten al daar een warmteshock krijgen. 6. Selectie en opslag van kokosnoten. Kokosnoten organoleptisch onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van schade en vervuiling. Organoleptisch, we hebben het net ook in de standaard gehoord. Organoleptische criteria, sensorische criteria, dat betekent dus letterlijk dus met de sensoren van ons. Ja. Reuk, kijken, toch? Proeven gaan we dus niet doen. We moeten dus niet gaan contamineren. Maar vooral goed kijken, onderzoeken, inspectie. Toch? Noten wassen met stromend drinkwater. Dus niet een bak zetten en daarin dus de noten één voor één gaan wassen. Wat we dus ook in de praktijk kennen. Nee. Stromend water. En wel drinkwater. Want we zien vaak dus dat die noten geplant worden langs kanalen. Toch? En dan is men dus geneigd om water van het kanaal te nemen en de noten te verschonen. Dus we gaan daar dus niet aan meewerken. Noten wassen met stromend water, drinkwater, om aarde en vuil te verwijderen en dan ontsmetten met een geschikt ontsmettingsmiddel volgens goede productiepraktijken. Good agricultural practices, zie daar weer. Het wassen kan met een borstel worden gedaan indien dit handmatig of mechanisch gebeurt. Noten binnenshuis bewaren op minimaal 15 centimeter van de vloer op fles of pellets. Dus niet wat we dus inderdaad ook veel zien gebeuren in Suriname en ook in het Caribisch gebied. Gewoon op de grond allemaal plaatsen. No, sir. Minimaal 54 centimeter van de muren. Dus ook dat komt erbij kijken. En bij een temperatuur van maximaal 33 graden Celsius. Maximaal. Noten moeten worden bewaard op een manier die consistent is met goede productiepraktijken om te voorkomen dat besmetting en kruisbesmetting plaatsvindt. Je ziet, steeds goede productiepraktijken. Je heeft net in onze standaard gehoord, hygiëne. Ontzettend belangrijk. Opslagruimte moet schoon, droog en goed geventileerd worden gehouden. Ja? Dus los van de hygiëne, ventilatie. Bewaar noten niet in direct zonlicht, uiteraard, en daarom geen open bakken tijdens transport. Noten moeten na de oogst binnen 5 dagen worden verwerkt wanneer ze niet gescheiden zijn van de bos. Weet je wel, die tros, hè?
En binnen 3 dagen wanneer gescheiden van dat trosje. Even kijken, moet ik ook verder met mij. Ja, pardon. 7, ja. Sneller dan mij. Is zo. 7. De ruimte. Levensmiddelen, inrichtingen. Ik zal ook even meelopen met de Engelse versie. Building and Facilities. Levensmiddelen, inrichtingen mogen niet worden gevestigd op plaatsen waar de voedselveiligheid en de voedselkwaliteit in het geding zijn. Ja? Gebouwen en terreinen moeten redelijkerwijs vrij worden gehouden van onaangename geuren, rook, stof of andere verontreinigingen. Dus uw eigen locatie, maar ook moet u letten op uw omringende omgeving. Levensmiddeleninrichting moet worden ontworpen en onderhouden volgens, daar heb je het weer, toepasselijke nationale voorschriften. Ook hier hebben we een discussie gehad en gezegd, nee, we gaan geen internationaal document hier aanhouden, maar elk land heeft hier de vrijheid om haar eigen voorwaarden daar aan te koppelen. 8. Even hier gaan. Doors, windows, wall ceilings, equipment and utensils. 8. Apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Ja, construction, cleaning and maintenance. Apparatuur en containers die worden gebruikt voor het oogsten en produceren, moeten zo zijn geconstrueerd dat ze adequaat gereinigd kunnen worden. Ontsmet en onderhouden om contaminatie van voedsel te voorkomen. Alle gebruikte apparatuur en gebruiksvoorwerpen moeten voor- en nagebruik worden gereinigd en ontsmet in overeenstemming met goede productiepraktijken. Ja? Ook nagebruik. We zien vaak dat mensen, wanneer ze beginnen, zijn ze geneigd. Ja, schoonmaken en dan, ja, oké, morgen weer. Nee, direct weer. Apparatuur en gebruiksvoorwerpen, die worden gebruikt voor niet eetbaar, gecontamineerd materiaal, moeten identificeerbaar zijn en alleen gebruikt voor dergelijke materialen. Apparatuur moet regelmatig worden onderhouden en er moeten gegevens worden bijgehouden. Data, hè? Data. Temperatuurregistratieapparatuur moet minstens 1 keer per jaar gekalibreerd worden door de nationale bevoegde autoriteit. Kijk, mee met mijn dingen hoor. Oké, calibration. Yes. Alle apparatuur en gebruiksvoorwerpen moeten van roestvrij staal zijn om aanslag daarop te voorkomen en om reinigen en ontsmetten te vermakkelijken. Roestvrij staal. Oké, dan gaan we verder. 9. Processing of natural coconut water, verwerking. Vanwege de gevoeligheid van kokoswater voor temperatuur en atmosfeer, moeten alle stappen in de verwerking van natuurlijk kokoswater worden uitgevoerd zonder onnodige vertraging
en onder de omstandigheden, om de mogelijkheid van besmetting en bederf te voorkomen. Deze zin heeft u al dus net in de specificatie ook gehoord. Kokosnoten die worden gekenmerkt door de volgende, moeten worden afgekeurd en mogen niet worden gebruikt als bron voor kokoswater of kokosdrank. Door de volgende in Engels, coconut is characterized by the following shall be rejected and not included as raw source of coconut water and or drink. Kokoswater, noodle water, can. Oké, ja, is goed. Opzomming. De aanwezigheid van scheuren. Dus vandaar dat die noot ook niet mag vallen. Steeltjes niet intact. Elk zichtbaar teken van ongedierte. Precies hoe belangrijk die inspectie is. Noten die tussen 6 en 12 maanden na bestuiving niet zijn geoogst. Noten met een inhoud die troebel is. Noten met een inhoud die een ranzige geur heeft. Oké, dan gaan we verder. Volgende pagina. Mee naar de Engelse versie gaan. Packaging of natural coconut water. Filtreren. Wat beginnen we hier? Hier kijken hoor. Zie dat wij hier hebben. Oké. Nederlands werd een beetje anders, had ik al gezien. Packaging should be consistent with good food hygiene practices as specified in CRPs. C5. This ensuring that the product will be adequately protected from contamination and hazards during transportation and handling. Let me kijken of dit ook inderdaad is. Oké, dat moet dan wel weer worden bijgenomen ten weer in de vertaling. Ik zal dan toch maar doorgaan met de Nederlandse versie, maar ik zie dus dat nog niet alles van de Engelse versie hier staat. Filtreren. Wij hebben gezegd, in het Engels hadden we gezegd, after filtering, Packers natural coconut water should be sealed in suitable food grade containers. Natuurlijk kokoswater verpakken en verzekeren in voedselgeschikte containers. Dus daar komt het wel overeen, vanaf daar. Snel overbrengen naar een snelvriezer of een koelmachine of ijsbad op niet meer dan 4 graden Celsius houden. Die 4 graden Celsius hebben we dus bewust gekozen als een grens. Een belangrijke grens ook. Binnen 24 uur verplaatsen volgens FIFO-principe. First in, first out. FIFO. Naar een vrieskamer op min 12. Het verpakte product uit de buurt houden van direct zonlicht. Alle verpakkingsprocessen moeten binnen plaatsvinden. Adequaat gescheiden van andere activiteiten op een manier die vervuiling, besmetting uitsluit. Correct? Oké. Even naar de volgende. Waste disposal. Afvalverwijdering. Containers voor afval die in de verwerkingsruimte zijn, moeten schoon en lekvrij zijn. Gemaakt zijn van metaal of ander geschikt ondoordringbaar materiaal. Gemakkelijk te reinigen. In staat zijn te sluiten en gesloten te houden wanneer geen afval wordt ontvangen. Verder, afval dient zo snel mogelijk en binnen maximaal 8 uren van verwerking verwijderd te worden in overeenstemming met de lokale wetgeving of wettelijke vereisten.
Elk land heeft zo zijn eigen regelgeving. Dus dat hebben we dan ook zo dan geformuleerd. Apparatuur en gebruiksvoorwerpen die voor afval worden gebruikt, moeten duidelijk worden geïdentificeerd. Er moet adequaat drainage aanwezig zijn in de verwerkings- en sanitaire voorzieningen om het risico van de contaminatie van het kokoswater te voorkomen. Adequate drainage should be present in the processing and sanitary facilities to avoid the risk of contaminating the coconut water. Er moet adequate drainage aanwezig zijn in de verwerking en sanitaire voorzieningen. Ja, oké, okay, prima. Afvoer moet regelmatig schoongemaakt worden om de vorming van biofilms die pathogene en micro-organismen kunnen bevatten. Dat zijn dus gewoon dunne laagjes. Hè. Die pathogene micro-organismen kunnen bevatten, te voorkomen. Er mag geen stilstaand water in de voedselinrichting of op het terrein zitten. In het algemeen niet de voedselinrichting te voldoen aan de vereisten van de bevoegde autoriteit, lokale autoriteit. Yes, 12. Even meegaan naar de Engelse versie. Storage and transportation of packaged coconut water. Opslag en transport. Gefilterd kokoswater moet onmiddellijk na het verzamelen worden gekoeld en opgeslagen. De faciliteit moet wederom het first-in, first-out principe hanteren. Dat betekent first-in, first-out, dat betekent dus gewoon het eerste wat daar geplaatst zit, moet ook als eerst eruit. Want je krijgt achter elkaar een plaatsing van producten, van wat dan ook. En hetgeen je eerst hebt gezet, moet ook eerst eruit gehaald worden. Om dus een al te lange opslag te vermijden. De productstroom binnen de faciliteit moet een voorwaartse progressie behouden van de grondstof naar de verpakking van kokoswater om kruiscontaminatie te voorkomen. Dit betekent in feite gewoon, het is een beetje moeilijk misschien gezegd, voorwaartse progressie, betekent gewoon, het moet een eenrichtingslijn zijn. Dus als je ergens begint, dan is het geen gaan en komen. Nee, je begint bij A, B, C. Je gaat vooruit, voorwaarts. Zodat er geen... Want de bedoeling is, je gaat van vuil naar schoon. Dus hoe verder je gaat starten vanaf een punt, wordt het steeds schoner. Dus als je teruggaat, dan kom je weer in een vorige stap, dus in een bevuilde stap. Want je bent een stap verder, een stap schoner. Verpakt kokoswater dient te worden getransporteerd bij een temperatuur van maximaal 4 graden Celsius onder zodanige omstandigheden dat contaminatie of bederf van product wordt voorkomen. Voertuigen die worden gebruikt om eindproducten te vervoeren, moeten zo ontworpen en geconstrueerd worden dat ze de temperatuur en andere omstandigheden effectief kunnen handhaven die nodig zijn om voedsel te beschermen tegen schadelijke, ongewenste microbiële groei en bederf die het ongeschikt voor consumptie kunnen maken. Eventuele noodzakelijke temperatuurcontrole mogelijk maken, uiteraard. Dan gaan we naar 13, personal hygiene. Ja, natuurlijk ook belangrijk. Persoonlijke hygiëne moet in overeenstemming zijn met de hygiëne code natuurlijk. En andere relevante nationale, lokale weer, volksgezondheidsvoorschriften om een gepaste mate
van persoonlijke reinheid te handhaven en opereren op een gepaste manier. Hier hebben we dus inderdaad ook bewust gezegd, we gaan dus niet alleen verwijzen dus naar de internationale documenten, omdat elk land ook eigen persoonlijke, eigen hygiëneregels heeft ontwikkeld. En die moeten we dan ook bijspreken. Uiteraard moeten ze natuurlijk niet conflicterend zijn, maar dat zal dus, als het goed gebeurt, ook niet het geval zijn. 14. Quality control, documentation en record keeping. Permanente, leesbare en gedateerde gegevens van relevante productie- en opslagdetails moeten voor elke partij of batch worden bewaard. Gegevens moeten worden bewaard voor een periode in overeenstemming met de nationale vereisten of voor tenminste 1 jaar om recall, daar heb je terugroepacties en onderzoekingen van de voedselovergedragen ziekten te vergemakkelijken. Yes, foodborne illness investigation. Informatie, uiteraard, ik begrijp het wel. Dus als er een outbreak is van een of andere ziekte, een foodborne illness, dan moet nou een recall procedure worden opgezet. En dan moet je data hebben, dan moet er data ter beschikking zijn, zodat een goede traceability kan plaatsvinden. Waar is het fout gegaan en hoe is het fout gegaan en hoe te voorkomen. Informatie moet het volgende bevatten, includeren. Information should include A. Gebruik van landbouwchemicaliën. Wat heb je allemaal gebruikt? Data, noteren, registratie, recordkeeping. Ontzettend belangrijk. Datum en tijdstip van de oogst van elke partij kokosnoot. Voor de traceability. Datum en tijd van verwerking. Productievolume. Omslagomstandigheid. Okay. Yes. 14. Okay. Het product moet voor de parameters die gespecificeerd zijn in de koosfeer natuurlijk, getest worden door geaccrediteerde laboratoria of door de overheid goedgekeurde laboratoria. Dus hier hebben we gezegd, we gaan ook genoegen nemen van laboratoria die de nationale autoriteit heeft goedgekeurd. Want accreditatie is een duur proces. Dus wanneer we dus echt gaan vereisen dat alles geaccrediteerd moet worden, dan kan het zo zijn dat we een beetje achterlopen en dus de business een beetje gaan ophouden, wat niet de bedoeling kan zijn. Dus als de lokale overheid zegt van ja, goed bevonden, dan hebben we gezegd, zullen we daarmee akkoord moeten gaan. Dus van, dit was ook een discussiepunt. Alle gegevens moeten worden bijgehouden. Dat is sowieso een feit. Representatieve monsters van het product die voor kwaliteitsborging zijn opgenomen, zijn genomen, moeten opgeslagen worden voor minimaal 7 dagen onder bewaarcondities, zoals eerder aangegeven. Alle gekoelde opslagruimten moeten voorzien zijn van een thermometer of thermoregistratieapparaat. Ja, heel belangrijk. Niet waar we soms zien, je gaat je hand zo zetten in de ruimte. Ja, het is goedkoop. Nee. Geen subjectieve metingen, maar objectieve data. Leesbaar. Yes. 15. Recall and traceability. Mocht er een gezaghebbende reden zijn om verpakt natuurlijk kokoswater terug te roepen, dat betekent hetgeen daar op de markt al in de handel is terechtgekomen,
eruit halen vanwege een contaminatie, vanwege een foodborne illness, vanwege welk probleem dan ook, welk defect dan ook, dan zal de verwijzing naar gepaste gegevens van productie, verwerking, verpakking, opslag en distributie van hoog belang zijn om de bron van besmetting in de waardeketen van kokoswater te identificeren en om het terugroepen van producten te vergemakkelijken. Er moet een vaststaand systeem zijn voor traceerbaarheid tot aan de telers, verwerkers, distributeurs. Dus die hele keten moet transparant zijn. En elk punt van de keten moeten we kunnen zien wat er daar gebeurt. Data, recordkeeping. Er moeten gedetailleerde gegevens worden bijgehouden die elke leverancier van het product linkt met de onmiddellijk daaropvolgende ontvanger van het product in de hele voedselketen. Dat betekent in feite dus, je hebt die keten en allemaal schakeltjes in die keten. Toch? Link, dat betekent, er moet steeds een connectie zijn. Er mogen geen hiaten zijn in de keten. Er mogen geen gaps zijn in de keten. Het moet een vloeiend, doorlopend geheel zijn. Er moet transparant overzichtelijk zijn in elke stap, in elke knoop van de keten. Of elk punt, want knoop zou juist een andere betekenis hebben. Elk punt van de keten. Het systeem voor traceerbaarheid en terugroepoptie moet jaarlijks geëvalueerd worden voor de effectiviteit. Dit was ook een hot item tijdens onze online sessie. Ik denk dat we zo'n beetje een jaar lang bezig zijn geweest met, met het geheel. Wij doen het hier in een paar uurtjes zo. No? Maar het heeft heel veel tijd gekost, heel veel inspanning. En ten wille ervan, want hij is ons ingevallen. Hij weet ook hoe vermoeiend het allemaal is geweest. En ik zie dat we zo'n beetje aan het einde zijn gekomen. No? Nou, ik denk, dit is het einde, hè? Er is geen volgende dinges meer. Ik denk dat dat dan mijn presentatie was. En ik, ja, inderdaad, ja, vraag. Ja. Dankjewel dat je, voor je aandacht zou zeggen, dat je hebt willen luisteren, want ik weet dat het een beetje vermoeiend geweest kan zijn, maar wij zijn een jaar mee bezig geweest, dus hou daar ook mee rekening. En allemaal online, dus het was ook niet makkelijk voor ons. Ten weer ga je gaan. Ik draag het over. Dankjewel, meneer Tous. Hartelijk dank voor de presentatie van de standaarden. We gaan dan over naar de vragenronde. Om te beginnen zullen we eerst beginnen met de vragen in de chat. En indien u uw vraag persoonlijk wil stellen, dan kunt u gebruik maken van de raise hand optie. En dan wordt u in de gelegenheid gesteld. Meneer Tous, om te beginnen, de eerste vraag. Het gaat omtrent de standaard package natural coconut water specification. Waarbij er is aangegeven, volgens deze definitie, zullen weinig tot geen producenten voldoen aan de standaard. Wat gaat u daarmee doen? De vraag aan mevrouw Granoos, omtrent welke van de twee definities had u het specifiek? Even kijken. Ik moet even naar de standaard nog. Even kijken, waar in de standaard, waar gaan we weer precies? Even kijken, ik heb hier die dingen allemaal hier. Een beetje even teruggaan. Daar is standaard. Ja, dus de standaard heb ik hier. Dan de Engelse versie ook bijna. Specificatie, ja. En wat ik heb hier. Kijken. Ja, oké, ik heb mijn standaard bij me. Wat weer gezegd en nu? Ik ga je vragen om te herhalen, alsjeblieft. Ja. Als we kijken naar de definities die zijn gepresenteerd, wordt er opmerking gemaakt
Volgens deze definitie zullen weinig tot geen producenten voldoen aan de standaard. En de vraag is wat we daarmee doen. Terms and definitions. Oké, dan moet ik kijken. Definities van termen die in de standaard worden gebruikt. Artikel 3 geeft aanschrijving van enkele kernbegrippen zoals additieven en... En het zorgpunt is van de vraagsteller, volgens definities zullen de producenten in Suriname niet kunnen voldoen? Ja, dat klopt. Er is aangegeven dat er weinig tot geen producenten zouden kunnen voldoen aan de standaard, conform de definities die zijn gepresenteerd. Oké, dat vind ik een beetje vreemd, want ik haal nou de Engelse versie hier en ik... Want wij hebben hier, zeker in de Nederlandse versie, voor het gemak in feite, de twee belangrijkste zaken uitgelegd. En dat is de definitie van natuurlijk kokoswater en verpakt kokoswater. Verpakt natuurlijk kokoswater. Is het zorgpunt deze twee definities hier? Of gaat het om de andere definitie van wat is additieve, wat is contaminant? Wat hier de vraagsteller bedoelt. Deze twee definities hier van natuurlijk kokoswater en verpakt natuurlijk kokoswater? Mevrouw Granoos, als u misschien wat verduidelijking kunt geven omtrent uw opmerking en vraag. Oké, ik zal er maar doorgaan. Oké, de definities hier. Eén, wat zijn additieven? Dat is normaal. Dat zijn reguliere definities van wat additieven zijn. Dus is niet dat wij dat bedacht hebben op de meeting. Nee, dit zijn al gehanteerde definities voor alle producten, voor alle voedselproducten. Wat zijn additieven? Wat verstaan we onder contaminanten? Dus daar ga je dus niet veel aan kunnen veranderen. Daar gaat elke producent aan moeten voldoen. Maar als zijn zorgpunt is, en het gaat inderdaad om kokoswater, van... Over de definitie van deze twee, want dat is in hoofdzaak hier gepresenteerd. Wat is natuurlijk kokoswater? Dat is definitie. Kokoswater is puur, onverdund, onbehandeld, ongezoet, vloeibaar en besmettend van de nood. Dus dat water van de nood. En dat niet wordt uitgedrukt, maar wordt verkregen uit gezond fruit door handmatige medische processen. Hier kan de vragensteller. Dit kan geen zorgpunt zijn voor de vraagsteller, omdat dit gewoon die nood is die aan die boom hangt. Toch? Dus daar kunnen wij geen enkele invloed op hebben. Wat wij beogen met deze standaard, is die nood die daar aan de boom hangt, dat water dat erin zit, 6-12 maanden hadden we gezegd om te oogsten, dat water dat erin zit, dat water willen wij brengen bij de consument. Een natuurlijk product. En dan hebben we het genoemd, packaged natural coconut water, verpakt natuurlijk kokoswater. Dus dan is de volgende definitie ook niet vreemd. Dat is dan precies volgend uit wat daar in die nood is. Natuurlijk kokoswater gevuld in die containers. Dus dat water wat in die nood is, dat water willen we in dat flesje hebben, welk u in die handel gaat brengen. En dan, om dat te realiseren, hebben wij een paraplu moeten maken van omringende regels en good agricultural practices, zodat en u veilig kunt werken en u een veilig product en gezond product kunt brengen voor de consument. Dus in feite kan ik niet goed begrijpen wat storend is, wat het probleem is van een verwerker die zegt, ik wil in de coconut water business gaan om de consument natuurlijk kokoswater te presenteren. Dankjewel meneer Toos. Als ik misschien ook even wat kan verduidelijken. Wat er hier, als u wilt voldoen aan de richtlijnen van deze standaard, dan dat wil zeggen dat u dan wil natuurlijk kokoswater, dus als het ware natural coconut water wil produceren. Daarom, als u natuurlijk kokoswater wilt op de markt wilt brengen, dan moet het wel voldoen aan deze definities en de vereisten hieraan.
Maar zegt u, u gaat gewoon kokoswater produceren waarbij het duidelijk op het etiket wordt aangegeven wat de ingrediënten erbij zijn, dan zou dat weer iets anders zijn. Maar het moment dat u op uw etiket plaatst dat uw product natuurlijk kokoswater is, dan zou het wel aan deze standaard moeten voldoen. Klopt. Ja, dan gaan we dan verder naar de volgende opmerking. We zien op de markt dat kokoswater op diverse manieren wordt verpakt. Is er een aanbeveling verpakking voor dit product? Wij hebben net aangegeven wat onze standaard is voor packaging en labeling. Dus wij gaan nu niet meer kijken van wat is het gebruik nu op de markt of in de handel. Nee, wanneer we deze standaard nu gaan lanceren, dan hebben wij hier een aantal regels opgesteld voor verpakking, etiketering, labeling. En dat zijn dus vereisten die regionaal, internationaal gangbaar zijn om de consument te beschermen. Yes, dankjewel meneer Toos. Om even verder daarop te verduidelijken. De standaarden voor de verpakking, specifiek voor kokoswater, zouden eventueel in een later stadia ook ontwikkeld kunnen worden. We moeten rekening houden dat we niet alles in een standaard kunnen plaatsen. Een standaard heeft daar een scope waarbij er wordt gewerkt met de afbakening. En deze twee standaarden, de ene gaat om de code of practice, waarbij het heeft te maken heeft met vanaf het oogsten tot het verpakken. En de tweede gaat over de specificaties van het product zelf. Er is wel aangegeven in deze standaarden dat de verpakking wel moet voldoen aan dat het geschikt moet zijn voor voeding, voor de voeding. En bepaalde richtlijnen waar aan het verpakking zal moeten voldoen en de etiketering. Maar specifiek om aan te bevelen, dan zouden we op regionaal of internationaal gebied kunnen nagaan als er ook standaarden zijn die specifiek aangeven welke verpakking gebruikt kunnen worden voor de kokoswaterproducten. Dan gaan we verder naar de volgende. Oh, wat dat betreft hebben we dus gezegd, het moet food grade zijn, hè? Het is food grade. Ja. Oké, dankjewel, meneer Toos. Verder hebben we de volgende vraag. Moeten deze producenten eigenlijk niet gecertificeerd zijn? Bijvoorbeeld Hessel? Oké, dat hebben we overgelaten aan de nationale bevoegde autoriteit. Toch? Wat gaan we per land zelf zeggen dat we vereisen? We hebben dit vrijgelaten omdat elk land zijn eigen specifieke vereisten heeft en eigen specifieke gebruiken heeft hoe ze daar omgaan met betrekking tot hun voedselproducenten. Hier in Suriname moeten we dan gaan kijken wat zegt de bevoegde autoriteit, wat zegt de overheid, wat gaan we dus als vereisten stellen. Ik weet nog, wij zaten in een, wat was dat hier? Halal standaard, hè, waar ik ondervoorzitter van ben. En daar hebben we toch op een gegeven moment gezegd dat we de HACCP als vereiste gaan nemen. Hè. Dus nu moeten we gaan kijken van, wat gaan we hier in Suriname zeggen als vereiste in de voedingsmiddelsector algemeen, dan ook bij betrekking de kokoswaterproductiesector. Ja, ook aanvullend hierop. En zoals je ziet op de slide hier, zijn er normatieve verwijzingen. En daarbij is een van de verwijzingen de CRCBT, dat is de General Principle for Food Hygiene. Dat is het minimale waaraan er op dit moment op regionaal gebied gehouden moet worden. En natuurlijk is het ook aanbevolen dat HACCP wordt meegenomen. Maar gezien de situatie op dit moment in Suriname, dan is HACCP toch wel wat intensiever en het zal ook wat meer kosten met zich meebrengen om een bedrijf waarbij de, denk ik, kijken we naar de medium, small en
de micro, small en medium enterprises, dat het toch wel een grote hap gaat zijn voor hun om te certificeren. Vandaar dat er het minimale wat is opgenomen in deze standaard is de general principle for food hygiene. Maar men mag wel weten, of als de consument dan, de consument mag zeker gerustgesteld zijn dat wanneer er geproduceerd wordt volgens de zaken die we hebben opgenomen in deze standaard en in die practice of, en in die code of practice, dat je al een heel veilig product hebt hoor. Dus daar is geen discussie over. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dank u wel voor de toevoeging, meneer Thomas. De volgende vraag is, er is ook een wet etiketering van producten. Heeft u daarmee rekening gehouden? De zaken genoemd in deze documenten zijn niet in strijd met deze wet. Dat klopt. Dank u wel. Inderdaad, er is een wet van etiketering van voorverpakte goederen. En dat is een technisch voorschrift. En de extra zaken die zijn opgenomen in deze standaard zijn niet in strijd met de technisch voorschrift van etiketering van voorverpakte goederen. Het is altijd meegenomen. Het minimale is conform de wet. En wat erbij komt, dat is in deze standaard meegenomen. Even kijken. Een momentje, de volgende gaat om... Eline gaat ook maken opmerking daar, zie ik. Ik heb niet gelezen. Nogmaals? Eline Graan ook, ze heeft net een chat gestuurd, zie ik. Ik weet niet of het te maken heeft met deze een aanvulling of zo met betrekking tot wat we net behandelden. Maar gezien de ontwikkelingen in de komende olie- en gasindustrie en de invulling van local content, hoe zal deze sector dan daaraan kunnen participeren? Wilt u dan daarop ingaan, meneer Thomas? Maar gezien de ontwikkelingen in de komende olie- en gasindustrie en de invulling van local content, hoe zal de sector daarin kunnen participeren? Ik weet niet wat je precies bedoelt, Eline, maar hoe de coconut water sector daarin moet participeren, ik weet niet precies wat je bedoelt, maar hoe moet ze participeren? De sector maakt gewoon een product en brengt op de markt. En wanneer daar, ik bedoel de kokoswatersector, voor de toelevering van producten. Oh, ja, nee, en, dat staat er toch los van, want hier zijn regels genoemd hoe je het product moet maken op een veilige manier en zoals het daar in de nood is. Puur kokoswater. Dus dat is wat je maakt en dat is wat je gaat leveren, waar dan ook. In die sector, van welke sector dan ook. Dus dat zal volgens mij geen verschil uitmaken, hoor, Irina. Als ik denk dat ik begrijp wat daar staat. Dan weet jij, ik weet niet wat jij... Ja, ik zou toch wel wat verduidelijking van mevrouw gaan opzwellen. Misschien als u uw mic kunt aanmaken, als u in de gelegenheid bent, dan kunt u het verduidelijken omtrent dat gedeelte. Want ik... Ja, ik... mag ik inkomen? Ja hoor, mevrouw Vanus. Ja, ik bedoel te zeggen, kijk, er wordt nu gesproken over de toelevering van consumptieproducten aan de... hoe heet het? De olie- en de sector, hè? De ontwikkelingen die zich daar voordoen. En natuurlijk is het zo dus dat de mensen die in die sector werken, die moeten eten en drinken, et cetera, et cetera. En de vraag is, als onze kokosproducenten en kokoswaterproducenten en leveranciers niet aan de standaarden voldoen, hoe zullen zij dan kunnen meedoen in die olie- en gassector? Met name voor de aanvoer, de aanlevering van kokoswater. Dat is wat ik bedoel. Oh nee, je gaat sowieso aan de standaarden moeten voldoen. Want als ze niet aan de standaarden voldoen, nee, de bedoeling is juist
dat je nu op een correcte wijze je kokoswater gaat fabriceren. Dus je gaat aan de standaard moeten voldoen, want daar wil men ook niet ziek worden, toch? Men wil een gezond product hebben, men wil een veilig product hebben, en dat is wat deze standaard dus helpt doen. Als ik even erop mag ingaan, meneer Toos. Ik denk dat het ook te maken heeft met de vraag die ik zo net zou behandelen, is hoe het SSB de uitvoering van deze standaard zou kunnen controleren of monitoren. En het de bedoeling dat er specifiek voor deze sector trainingen en processies gehouden zullen worden. Ik zal deze twee samen voegen. Mevrouw Granoeks, eerst te verduidelijken. Als er een nationale standaard wordt vastgesteld, in dit geval de kokoswaterstandaarden, dan is dat nog niet verplicht voor de sector om zich daaraan te houden. De sector is vrijwillig. Bijvoorbeeld als u als producent zegt, hey, ik wil me houden aan de standaard van natural coconut water, dan kunt u zich aan de standaard houden. Het is op dit moment nog vrijwillig. Pas wanneer de standaard vanuit het ministerie van Economische Zaken wordt verplicht gesteld, eigenlijk wordt verheven tot een technisch voorschrift, dan pas is de standaard verplicht voor de gehele sector. We snappen uw bezorgdheid dat er op dit moment heel wat producenten zijn die nog niet voldoen aan deze standaarden, maar dit is eigenlijk de eerste stap waarbij we de sector vooruit willen brengen. Uiteindelijk, om de productie te vergroten, om de markt te vergroten, is het de bedoeling dat wij dan ook de standaarden van ons in Suriname vergroten, waarbij we zo veel als mogelijk uitkijken alvast naar de regionale en daarna naar de internationale. Dit is dan de eerste stap waarbij we dan alvast beginnen met het ontwikkelen van een standaard, waaraan de producenten vrijwillig zijn om zich daaraan te houden. En in de tussentijd worden er dan ook infosessies gehouden en in samenwerking met andere instanties trainingen gehouden om de sector zo ver te krijgen. De heer Renferm heeft ook aangegeven dat het de bedoeling is om kokoswaterproducenten hierin te trainen door lokale instituten met behulp van ITC en International Coconut Community. Dus dat alles gaat een geheel vormen om de sector eigenlijk tot een hogere hoogte te brengen. Ik hoop daarmee uw vraag beantwoord te hebben. Yes. Oké, dank u wel voor uw kritische feedback, wat wij ook altijd nodig hebben. Zijn er van de overige aanwezigen ook vragen of opmerkingen? Oké. Dan gaan we dan even verder met een we hadden eigenlijk een koffiebreak, maar we zien dat we nog een laatste kwartier over hebben. Dus dat zullen we nog even snel doorbreken en het gedeelte afronden. We zijn nu bij de feedback- en discussieronde, waarbij we dan zo meteen een poten voor schijnsel krijgen met de volgende vragen. De vragen zijn 1. Zijn de standaarden implementeerbaar voor ons land? 2. Zijn de standaarden in strijd met bestaande wet en regelgeving? En 3. Ontbreekt er nog essentiële inhoud? U krijgt ongeveer 2 tot 3 minuten tijd om deze te beantwoorden. Ik zal de poll nu openmaken. Een momentje. Yes, de poll staat nu open en u krijgt nu de tijd om deze vragen te beantwoorden. De opties zijn er en indien u bij de vraag nummer 3 als optie geeft dat er wel essentiële inhoud ontbreekt, dan kunt u dat aangeven zo meteen nadat de poll is afgesloten. Mooi.
Nog anderhalf minuut. Ik zie dat nog ongeveer 7 mensen nog moeten reageren op de poll. Het is slechts om een beeld te krijgen, hoor. Het wordt niet dat u wordt, hierop wordt gerekend of zo. Het is alleen om een beeld te krijgen wat u vindt van de standaarden zoals gepresenteerd. Yes. Nog 30 seconden en dan zullen we de pool sluiten. Yes, dank u wel voor uw reactie en ik zal dan even gelijk de resultaten delen. Zoals u ziet, 9 uit de 11 participanten hebben gereageerd, waarvan allemaal hebben aangegeven dat de standaarden implementeerbaar zijn voor ons land. De standaarden zijn niet in strijd voor 67% en 33% geven aan dat ze niet op de hoogte zijn daarvan of niet weten als het in strijd is. En 1 persoon heeft wel aangegeven dat er essentiële inhoud ontbreekt. Zou ik dan graag de persoon in de gelegenheid willen stellen om aan te geven welk inhoud ontbreekt? Zodat we dat ook kunnen meenemen binnen de commissie. Als u uw mic kunt unmuten en kunt aangeven wat u vindt dat aan inhoud ontbreekt, dan zullen we dat doen. Niet. U kunt het ook in de chat aangeven en dan kunnen we dat later nog als we bespreken. Er was geen optie om te zeggen ik weet niet of om een mening te geven anders dan ik wil meer informatie lezen. En ik wilde niet dat er dus daardoor een verkeerd beeld was gegeven, dat het perfect was. Dus heb ik een andere optie was, ja, er ontbreekt iets. Er was geen enkele optie om dan, dus het was een skewed poll. Maar ik heb daarom dus voor je aangekozen. En als er de gelegenheid is om alles naast elkaar te zetten, of nogmaals, want waarschijnlijk hebben jullie dit aangemaild, nogmaals de gelegenheid is om het gewoon naast elkaar te zetten, om het echte met de standaarden te vergelijken, dan kan er een beter antwoord worden gegeven. Oké, prima. Ja, en dat brengt ons maken. Ja, dank u wel voor uw feedback. Dat brengt ons dan naar de next steps. De next steps zijn eigenlijk het verwerken van de commentaar. De public comment fase is eigenlijk tot en met 23 september. Als ik het goed heb, dan heeft u de documenten, de 2 conceptstandaarden ook ontvangen bij de uitnodiging. En ook nog in het begin van de public comment fase. Dus u heeft inderdaad nog de gelegenheid om de documenten naast elkaar te leggen. En uw feedback die u nog additioneel heeft, kunt u dan voor ons mailen. Na de public comment fase, na 23 september, zullen we dan werken met de feedback die we hebben ontvangen van de verschillende stakeholders en bij deze consultatiesessie. En het wordt dan door de technische commissie verwerkt in de finale draft. De finale draft wordt daarna opgestuurd naar het SSB-bestuur, waarin ook verschillende stakeholders vertegenwoordigd zijn. En na de goedkeuring van het SSB-bestuur
worden deze standaarden dan vastgesteld als dus een nationale standaarden en gepubliceerd. Hiermee zijn we dan gekomen aan het eind van de consultatiesessie. Maar alvorens wij zullen afsluiten, wil ik nog een laatste verzoek doen om het evaluatieformulier in te vullen en aan ons aan te geven wat u vond van de sessie hedenavond. Ik zal de link nu in de chat plaatsen. En deze wordt eventueel via de mail voor u opgestuurd, zodat u dan dat alsnog kunt invullen. Uw feedback is zeer belangrijk voor ons, zodat wij in het vervolg ook rekening kunnen houden met de aspecten. Dat gezegd hebbende wil ik dan aan ieder van harte bedanken voor uw aanwezigheid en participatie in deze consultatiesessie. Zoals eerder aangegeven wordt, uw feedback zeker meegenomen en verwerkt. Ik wens u dan een fijne voortzetting van uw avond en hoop dat u en uw familie nog altijd gezond en veilig mogen blijven. Yes. Ook vanuit het school doen wij het verzoek aan een ieder de COVID-maatregelen zoveel als mogelijk in acht te nemen, om zodoende uzelf, uw familie en de medemens te helpen beschermen tegen de COVID. Dank u en een fijne avond verder. Yes, thank you. Bye.